Yo mensen! Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van The Order 1886. Ik heb de vorige aflevering gespeeld en Pim die gaat nu verder. Ja, we willen Zombie Squad Alpha nog even bedanken voor de zieke shout-out die ons gegeven heeft. Hij heeft de 400 subs behaald, daar willen we hem feliciteren. Hij maakt gewoon zieke video's en nog ja, gewoon GTA 5 en Call of Duty en nog veel meer. De link van zijn kanaal staat ook in de beschrijving, dus vergeet zeker niet even zijn kanaal te checken. Wow. I read you, Percival. Enjoying a stroll in the park, are we? I think quite like a chilly London morning to stimulate the... Hoofdstuk 1. Altijd een ridder. Ziek uitzicht trouwens. Is mooi, hè? Ja. Zeppelins in de lucht zie ik. Ja, best mooi voor 1886. Dat is best knap. Dat verwacht je niet, hè? Oké. Zoek het United. Pim, dit kan jij. Zoek het United India House. Ik neem aan dat het dat is. Maar dat is het niet. Blijkbaar niet. Misschien gewoon recht voor je neus naar beneden. Ja, en dan? Met, je moet rondkijken. Volgens mij is dat daarvoor. Beneden? Die. Hier. Wauw. Nou, kom op, jongen. Yes. Ja, moeilijk kijken. Recht voor me. Wat is je doel eigenlijk? Ja, heel veel mensen afslachten. Kijk eens. Zo. Oeh. Dat is een mooi ding. Lekker in de hand hoor. Ja? Ja. Oké, genoeg gekeken. Ik bedoel, je kan nu wel verder gaan. Ja. Nog even genieten van het uitzicht. Precies. Ik probeer geen dodelijke slachtoffers te maken. Nee, dat doe ik niet. Yo. Over en uit. Huh? Wat is dat op zijn rug? Dat dingetje? Ja. Ah joh, heeft gewoon een zendertje of zo. Kan ik springen? Nee. Wow, hoe sprint je? Ah, dat kan niet. Jawel, je kan wel sprinten. Nu klikken nog... met de stick? Nog niet. Waar moet ik heen? Die deur? Ja, denk ik. Je kan wel sprinten volgens mij. Ja, hoe? Ja. Toet ze alles in, maar dat ja. Dat is de vraag. Nou, we moeten hierheen. Je ziet dan het zwarte icoontje. Driehoekje. Dat is lastig hoor. Ik bedoel, ik zie niet veel mensen met zo'n veel suplesse gewoon zo'n deur openen. Nee, maar dat is een bepaalde techniek. Die moet je onder de knie krijgen en dan, ja. Ik had het even voor dat. Secrets. Valt hier eigenlijk niet veel te vinden, volgens mij. Nee. Ja, waarom kan je niet rennen, jongen? Ja, het moet wel kunnen. Ontmoet Igraine. Igraine. Wat een naam, jongen. Is dat Igraine? Igraine. Kijk even rond in de kamer. Goedemorgen. Morgen. Kan je me vertellen waar Igraine is? Oh, hij is druk aan het schoonmaken. Hey! Ja, ik heb het echt... Hij negeert ons gewoon. Oh, hier. Schilderij van je moeder. Hou je bek. Sorry. Ja, moet toch eerlijk blijven? Ik bedoel, ze lijkt erop. Lijkt ze erop? Ja. Kijk dan, met dat haar zo en die jurk. Fucking mooi. Let's go. Loop eens wat sneller. Ik bedoel... ik kan toch niet sneller, jongen. Oké. Mooie foto. Familieportret. Waar ik duidelijk nog niet op stond. Je kan hem inspecteren. Oh. Achterkant. Geheime aanwijzingen. Nee, niks. Daar heb je er helemaal niks aan. Kom op man, lopen. Even kijken. Igraine! Ben jij dat? Waar ben je? Goedemorgen meneer, morgen. Morgen. Helemaal niks. En daar lag niks gelukkig. Gaat iedereen weg ofzo? Ik zie heel veel koffers en zo. Igraine! Is that you? Nee, hij is de lift aan het maken. Jongen, jongen. Kun je hier aan? Ah, ik moet naar beneden. Dat is het nadeel. Je kan sowieso wel rennen. Nee, dat kan dus niet. Kan wel. Wat is dat? Kan ik het oppakken? Pillen? Ja. Oh, ik kan er naar luisteren. Luister naar de pillen. Huh? Wasrol. Vatten. Geluidsberichten. Opgenomen geluidsberichten. Ja, ik bedoel, dat doe ik ook altijd. Heb ik hier nog iets? Nee. Helemaal niks. Hier, is dat... Wat zie ik daar? Daar rechts. Wat is dat? Mandje van Tichelaar, gemaakt in Makkum. Oké, nee, maar het moet wel korter, hè? Mand! Ja, dat is goed. Is goed? Is goed. Oké. We kunnen verder. Kijk, een standbeeld van familie van jou. Ja, daar ga ik niet eens op reageren. Nee, succes. Ja. Ga nou maar rennen. Waar moet ik heen dan? Ja, naar beneden of zo. Huh? Die kwam... Daar.
Moet je niet gewoon daar van het balkon afspringen of zo? Als ik kon rennen, dat zou allemaal... Je kan sowieso rennen. Klik gewoon. Dat... Nee, klikken in de... hoe heet dat ding? De cursor. Wow. Hij springt echt van het balkon af. Dat heb ik niet verwacht. Trouwens, hoe heeft hij al deze kleren ineens gekregen? Want hij flikkerde in het water. Ja, maar dit is daarvoor nog, volgens mij. Oh. Zeg maar wat wij... in de eerste aflevering hebben gespeeld. Ja. Of nou ja, wat ik heb gespeeld. Dat speelt zich later af. Daar komen we later in het spel weer terug, als het goed is. Wel veel actie tot nu toe. Ja, ik bedoel, hoe je dat wapen gebruikt, dat is... Fucking echt mooi. Wauw. Ja. Spring dan maar. Laat je maar vallen. Zo hoog is het ook niet. Wees geen pussy. Hij heeft zelfs... Wees een man. Hij heeft schemerschermers aan. Gaat hij naar voetbal trainen? Heeft hij dat? Ja. Nou, nu mag je toch wel kunnen rennen. Je kan rennen. Igraine. Ja, waar is Igraine? Papiertje. Ja, die ga ik even... Draai hem om. Oh, mooie koffievlekjes. Ja. Echt een zwerver gewoon in die prullenbakken. Nou. Doe die deur maar... Nee, waar moet ik heen? Ik zeg gewoon daar. Links, okay. Trappetje op. Ga niet echt snel, of wel? Ik kan niks. Oh mijn god, kunnen we dat niet ergens opzoeken? Ja, we gaan naar de besturing. Ja, hoe? Start, options. Instellingen. Besturing. Bewegen, versnellen. Links, deze klikken. Ja, we weten het. En je kan nog steeds niet sprinten. Ja, wat is dit, nee, man? Nee, doe het denk ik niet. Volgens mij mag je ook nog helemaal niet sprinten. Ja, dan niet. Ja, mag niet in deze straatjes, mag je niet rennen. Nee. Weet je wel, net zoals op school, als ze dan zeggen van, niet rennen in de gangen. En dat mag hier ook niet. Waarom eigenlijk? Snap je dat? Is dat waarom? Stel, je breekt je nek. Ja. Je weet het niet. Niet rennen in de gangen, jongens. Ja, altijd. Altijd één zo'n juffrouw die dan, mag je helemaal niks van, weet je wel. Of dan kom je echt om, kwart over, 16 over kom je net binnen. Ja. Ga je mij melden, jongen? Ja, maar ik kan gewoon naar mijn lokaal, toch? Nee, ga mij melden. Ja, je bent te laat. Nee. Wat is een mooi dingetje. Shh. Kun je alcohol mee... nuttigen. Precies. Appels. Wow, ziet er mooi uit, trouwens. Goeie graphics. Zeg. Dat is een mooie sled wat je daarnaast hebt staan. Ja, kan ik niet een keertje van je lenen of zo? Hij kijkt gewoon weg van snel. Niet bewegen, dan gaat hij vanzelf weg. Wat zei die? Praat gewoon, maak geen geluid. Ja, laten we maar verder gaan. Ja. Kijk, zelfs alle etalages zijn mooi. Wow, filmpje. Wow. Hoe ben je zo snel gekomen? Nou, ik liep heel langzaam. Ja, ik kon echt zo snel hier komen. Niet normaal. En dan gaat zij straks wegrennen. En zegt ze, kan je niet rennen? Ja, ja, precies. Oh, dat wist ik niet. Ik ga wel een stukje rennen. Ja. Ishi? Ja. Ishi. Oh, dat wapen van... Oh, wacht, hij heeft dezelfde. Weet gewoon dat wapen zo gebruiken. Ja, beter wel, anders ben ik alleen maar aan het lopen. Ah joh, is een leuke loopaflevering. Perfect. Is goed voor die kuitspieren. Ja. Kunnen we er niet skippen? Nee. Het is belangrijk voor het verhaal, hè? Ja, ik bedoel, we hebben er zoveel aan. Mooie helm. Dat dacht ik ook. Oh, dit... Huh? Nou, ik dacht even dat dit Igraine was. Nee joh, dit is EC of zo. Ja, EC. Oké. Okay. Wedstrijdje rennen, kom op dan. Kun je al rennen? Nee, nog steeds niet. Of wel? Wauw. Ja, nee. Okay. Houd R3 dus. Klikken. Om je... Oh, dan zei ze dat, Maar ik kan nog steeds niks. Jawel. Huh? Volg Igraine? Ja, is nu het wel. Ah, je kan rennen. Het is wel Igraine, zo heet ze wel. Oh ja. Kijk. En dan doe je ook echt een mooie sprint. We slaan alles over, maakt niet uit. Ja. Is helemaal niet belangrijk. Nee, ik wil er snel doorheen. Wat is er eigenlijk aan de hand? Al die guards staan overal. Wat een vies mannetje naar achter zo'n hecht, hè? Hey. Heb je nog hulp nodig? Ja, precies. Oh, wat is zij? Het zou jammer zijn als je wordt geraakt. Oh, loopt hij weg? Zo. Hij denkt, oh kut, ze is te sterk.
Het ziet er echt mooi uit, ja, hoor. Echt serieus. Het is alsof je naar een film kijkt. Ja. Die cutscenes. Damn cutscenes. Ja, is mooi. Wow, waar rennen ze van weg? Wat gebeurt er? Ah joh, ga gewoon richting het gevaar. Volg Igraine. Laat haar maar voor, kijken wat er gebeurt. Ga jij maar voor, dan, als jij geraakt wordt, dan ren ik gewoon weg. Ja, want je weet nu hoe je moet rennen, toch? Ja. Lekker, jongen. Kijk hoe ze loopt op de trap. Kijk haar reet. Zo. Kijk hoe die beweegt. Is dat Nicki Minaj? Volgens mij. Is de zus of... Wow, yo. Ja, schiet hem. Zo. Oh, bukken. Kijk, actie. Lekker hoor, eindelijk. Oké. Mijn tweede wapen. Oh, dan mag je met het kleine pistooltje. Dikke gun op je rug. Maakt niet uit. Mikken. Ja. Ik heb die headshot. Ga voor die headshot. Bang. Oh, ja, die was mooi. Oké, het zijn gewoon de standaard controls. Erop af. Ja. Zijn een beetje... Maar nu kan ik wel ineens sprinten. Echt snel. Oh. Pak ze, hoor. Pak ze. Nu komt de dikke shootout. Kan niet anders. Echt, hè. Oké, go. Tegen Igraine, go. Jij gaat, ik ga de andere kant op. Kom dan. Kun je andere wapen niet pakken? Hier. Ja. Ja, maar dat is... Wat is dit? Ja, dat dikke wapen. Oh. Hij is dood. Nice. Dit is mooi. Probeer eens te raken. Ga naar de volgende dekking. Het volgende ding. Rennen. Ja, probeer het. Go. Oh, kogels. Oh, je moet inhouden. Ja. Nog verder. Igraine denkt, yo, die rent gewoon helemaal naar voren. Echt, hè? Kom op lukt dan. Het? Nee, je bent aan het switchen. Achter Igraine zei, ja, jij bent mijn schild. Ik heb hem opgepakt. Ik heb mijn oude wapen. Gaat lekker, of niet? Heel lekker. Schiet je overhoop. Oh, joh. Dit heb je. Oh, je bent dood. Oh. Ja. Oh, shit. Je gaat echt bijna dood. Oké, ik wil hem nu wel halen. Herladen. Echt niet verneuken. Oh, wat was dat? Shotgun? Nee, je gooide volgens mij een granaat of zo. Ga maar verder. Je moet naar de binnenplaats of zo. Hier links. Pak even wat kogeltjes van die mensen. Ja. Ja, maar nee, dat is een ander pistool. Oh. Dat wist ik niet. Nou, prima. Ga maar door, hè, toch? Even kijken. Daarheen. Yo. Oh, die zag ik niet. Uit het niets. Wow. Oh. Ik wil niet dood. Als je dood gaat, hè, dan is het gewoon helemaal verpest. Ja, dat wil ik dus echt dan niet. Dan is het afgelopen. Nee, dat is helemaal niet afgelopen. Klopt, maar dat zou wel zonde zijn. Ze noemen ook wel 007. Echt? Ja. Dat is nieuw voor mij. Ik dacht je Pim heette. Nee. Neem eens Pim. Pim. Ja. Kom eens op, ik moet even die controle. Oh, links, kom allemaal kerels aan. Oh. Ah, joh, je moet het even onder de knie krijgen en straks doe je met je ogen dicht. Ik wou net zeggen. Rustig herladen. Zo, wat? Ja, dat is, wat dat? Is dat? R1. Ja, dan moet je van dichtbij doen. Oh, Igraine, pas je op. Aan de kant. Ja. Die krijgt het onder zijn gezicht. Ik kon nog iets doen, geloof ik. Ja, volgens mij kun je ze ook neerhalen of zo van dichtbij. En we gaan weer verder. Weer die kogels oppakken. Dat heb je goed gedaan, hoor. Zeker weten. Ze noemen me ook wel Lucky Luke, hè. En... Zo! Ik blaas... Oh! Wacht. Oh, rechts. Pak eens die rechter. Ja. Nee, wacht. Oh, ik moet oppassen. Straks schiet je die kerel dood. Oh, kut. Die jij vast had. Ja, dat doe ik ook niet expres. Ja, maakt niet uit. Ah joh, boeien. Schiet ze allebei neer. Nee, ik zou niet die... Die doet de shotgun. Schiet je helemaal overhoop. Oh, wat gebeurt er? Weet ik niet. Oh. Ik denk dat je gewoon naar binnen moet, hoor. Ja, hoe... Hoe moet ik naar binnen? Daar. Oh, daar nu. Laat maar. Oh, ik heb genoten, jongen. Ik heb echt genoten. Ja mooi, zeker, hè? Ja. Ik heb wel gespeeld, maar nu ben jij de beurt. Ja, nu. Ja, nee, ik vond het leuk om te doen. Een mooi spel. Ja, en wil jij nou meer van ons zien? Vergeet dan niet te abonneren. En als je het een leuke video vond, gooi gewoon... Dat blauwe duimpje op onze video. Ja, want dat kunnen we natuurlijk gewoon waarderen. Ja, heel erg. En
Vergeet niet te abonneren. En laat een reactie achter. Als je meer van ons wilt zien. Of niet. Dan ja. Mag je dat ook reageren als je dat wil. Ja. Moet je allemaal zelf weten. Maakt niet uit. Waardeer het. Ja. En zien we jullie de volgende keer.